Wat is een $1 million brand? Nou, een $1 million brand, dat is zoals je hier ziet een brand waar je trots op bent, oké? Een brand die je graag wil delen wanneer je bij een feestje bent, dat je graag vertelt wat jouw brand is. Het is een brand die je niet verstopt, het is een brand die je durft te delen. En dat is jammer genoeg in de Bol.community, dat heb ik heel erg ervaren. Het is een gegeven dat je niet vertelt wat je brand is, dat je niet vertelt wat je merk is. Maar een $1 million brand is een merk waar je trots op bent en wilt delen. Dus dat is al één punt wat een $1 million brand inhoudt. Het tweede punt is platform onafhankelijk. Dus je bent niet afhankelijk van Bol, je bent niet afhankelijk van dropshipping, je bent niet afhankelijk van Amazon. Je bent platform onafhankelijk, zodat je lekker kan groeien waar je wilt. En dit is ook een restrictie wat ik zie bij veel Bol-ondernemers. Bij Bol-ondernemers is het vaak, ja, het is Bol or nothing. Terwijl Bol juist een heel lekker opstapje is voor de rest van de platformen. Dus zorg ervoor dat je je niet moeilijk maakt en dat je jezelf niet beperkt tot één platform. Dus ga voor een onafhankelijkheid van het platform. Een $1 million brand is ook geen concurrentie hebben. Want een $1 million brand concurreer je alleen op brandniveau. Anderzijds zie ik heel vaak dat mensen op productniveau met elkaar concurreren. En dat is weer een probleem, dat wanneer je bijvoorbeeld een mooi product ziet of vindt tijdens je product research fase, je koopt het in, maanden later komt jouw bulk binnen en dan blijkt dat er al 15 anderen zijn die jouwzelfde product aanbiedt. Ja, kijk, dat is gewoon shit. En dat probleem heb je als je op productniveau concurreert. Terwijl wanneer je op brandniveau concurreert, $1 million branding, dan concurreer je met niemand behalve jezelf. En uiteraard de aanmerken die ook in die markt zich bevindt. Maar jouw concurrentieniveau gaat omhoog, sorry. Het aantal concurrenten gaat omlaag, jouw concurrentieniveau gaat omhoog. Een $1 million brand is ook toekomstbestendig. Je bent niet afhankelijk van een platform, je kan uitbreiden, je hebt niet één platform, je breidt uit, B2B, retail. Het is meer toekomstbestendig, want je bouwt een naam op, je bouwt een eigen platform op, je bouwt een eigen merk op. En je bent niet afhankelijk van een platform, wat ik al eerder gezegd heb. En uiteindelijk resulteert dat tot de laatste punt van wat een $1 million brand zo speciaal maakt, is een exitplan hebben. Wat bedoel ik hier nou mee? Misschien weet je het al, maar een exitplan is voor down the line, in een paar jaar of in een jaar de tijd, dat je het product, dat je jouw merk kan verkopen in zijn geheel. En een mooie cashdag hebt. Een paar ton, een paar miljoen, zou mooi zijn. Zou ook mooi bij de naam passen, $1 million brand. En dat heb je wanneer je echt voor branding gaat en wanneer je onafhankelijk maakt, wanneer je echt richting die $1 million branding gaat. Dus dat bedoel ik met een MDB $1 million brand.